Yo allemaal, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie de uitgebreide uitleg geven over hoe jij nu een kledingmerk moet starten. Ik heb hier al 2 over gemaakt, want die waren redelijk algemeen. En vandaag ga ik echt diep gaan en echt al mijn kennis met jullie delen over hoe ik mijn merk heb opgestart. Ik ben Elijah Buchan, eigenaar van kledingmerk Buchan, dat al 3 jaar bestaat. En de afgelopen 3 jaar heb ik superveel geleerd over hoe je een kledingmerk moet starten, wat je niet moet doen en wat je wel kan doen. En vandaag ga ik met jullie al mijn kennis delen. Ik ga al deze puntjes overlopen met jullie, dus het gaat een iets langer video worden als normaal. Maar een kledingmerk starten heeft geduld nodig. Dus guys, als jullie geen 20 tot 21 minuten hebben om deze video uit te kijken, dan is misschien een kledingmerk starten niets voor jou. Alright guys, laten we direct beginnen met puntje 1, bedenken. Dus, bij bedenken hebben we een aantal cruciale dingen die echt heel belangrijk zijn voor een merk op te starten. Eigenlijk is het de foundation van je hele merk. Waarvoor dat je merk staat, wat de naam is van je merk en voor wie dat je merk is. Dat is echt het belangrijkste van je hele merk, de hele core voor het beginnen van je merk. Natuurlijk kan dat veranderen over de tijd, bij mij is het ook al veranderd. Maar het is wel heel belangrijk dat dat in het begin er wel is. Dat je niet gewoon zomaar een random print op een t-shirt slept en dan gewoon dat probeert te verkopen. Want die kans dat aanslaat is redelijk klein. Behalve natuurlijk als het een heel coole print is. Maar dan heb je nog steeds geen merk. Dan heb je eigenlijk gewoon 1 product. Dus guys, het allerbelangrijkste is eigenlijk je merkidentiteit vinden. En dat klinkt allemaal redelijk complex. Maar dat is eigenlijk een beetje gewoon waar je merk voor staat. Mijn merk staat bijvoorbeeld voor de creatieve jeugd stimuleren, voor te creëren. En ook eventueel voor sustainable zijn. Dus allebei die dingen samen gecombineerd is een beetje Buchan. En met je merkidentiteit ga je ook een beetje vormen voor wie je merk gaat zijn, dus je doelgroep. Als je bijvoorbeeld houdt van Stussy bijvoorbeeld, dat is echt zo'n streetwear, gorpcore-achtig merk, dan ga je doelgroep eerder zo jongeren zijn, mensen tussen de 15 en 25 of zo. Maar als je doelgroep eerder dan iets luxueuzere, bijvoorbeeld pakken zijn, echt zo chique pakken, dan ga je doelgroep eerder 40 tot 50 zijn. Dus je moet echt gewoon goed weten wat je merkidentiteit is, waarvoor dat je merk staat, als het staat voor iets creatief of zo, of als het staat voor de jeugd, of als het iets levendig is, of eerder iets voor oudere mensen. Het kan allemaal natuurlijk, maar je moet gewoon echt goed neerschrijven wat dat je wilt ervan. Je merkidentiteit is best wel belangrijk en daar hoort ook je naam bij. Je merknaam is zeer belangrijk, daar heb ik ook een uitgebreide video over gemaakt. Maar eigenlijk om die video kort samen te vatten, moet gewoon een redelijk korte naam zijn, die redelijk makkelijk uit te spreken is. En iets dat jij zelf ook gewoon nice vindt. Want natuurlijk als de naam is dat misschien goed klinkt, Pulse of zo, maar je vindt dat zelf gewoon echt niet nice, dan is dat ook natuurlijk vervelend. Wat ik heb gedaan is gewoon mijn achternaam, Elijah Buchan is mijn achternaam. Dus dat kwam eigenlijk wel redelijk vanzelfsprekend. Het is ook een goede achternaam voor op een merk te plakken. Bijvoorbeeld als je Van de Meulenbroeken of zo noemt, dan is dat minder ideaal. Dus je moet gewoon een beetje kijken wat je zelf wilt van de naam. Veel mensen doen gewoon hun voor- of achternaam, wat zeker helemaal oké is. Kijk naar Louis Vuitton, kijk naar Gucci, dat is allemaal gewoon namen. Maar je kan ook gewoon iets helemaal zelf verzinnen. Dus go crazy met de naam, zorg gewoon dat jij het zelf nice vindt en dat het niet te moeilijk is om uit te spreken. En dan met de merkidentiteit horen ook de values die je hebt en welke items die je uitbrengt. Dus de values, dat klinkt zoiets heel woe-woe, maar eigenlijk betekent dat gewoon van waar staat mijn merk voor, wat wil ik dat mijn merk representeert, is het een sustainable merk, is dat het belangrijkste in mijn merk, of is het belangrijk dat het goedkoop is, of is het belangrijk dat het luxueus is, dan gaat het natuurlijk duurder zijn. En al die dingen bepalen eigenlijk een beetje hoe je merk er gaat uitzien. Wat ik aanraad is dat je gewoon kijkt naar merken die je sowieso wel nice vindt. Bijvoorbeeld, ik hou persoonlijk echt hard van Stussy, van Lowlies, van Vicinity en van nog een aantal andere merken. En dan kijk ik gewoon van wat maken zij, ook van wat doen zij, wat is hun prijs en al. En daar kan je gewoon inspiratie van nemen en gewoon kijken van oké, die verkoopt een hoodie voor 80 euro. Ah, ik kan hem misschien voor 75 verkopen of zoiets dergelijks. Of ah, die houden van sustainable, ik hou van dat merk, dus ik ga ook sustainable dingen maken. Zo moet je dat ook een beetje bekijken. Dus eigenlijk is het redelijk simpel. Kijk gewoon naar wat je zelf echt super nice vindt en werk daar gewoon vanuit. Natuurlijk moet je maken wat je nice vindt. Als je dingen maakt die je niet zo nice vindt, maar je weet dat je gaat verkopen, ga je het ook over de lange termijn niet zo leuk meer vinden. Dus daar raad ik zeker aan. Gewoon dingen maken die je gewoon echt cool vindt. En dan mijn final tip voor je merkidentiteit. Het is iets dat kan veranderen. Je moet niet je merk van het begin, bij Buchan naar het begin ook echt helemaal anders uit dan nu. En dat kan natuurlijk allemaal, dat kan veranderen. Je gaat zelf ook als persoon veranderen. Ik ben begonnen toen ik 16 was, toen waren mijn interesses helemaal anders dan nu wanneer ik 19 ben. Dus het kan zeker helemaal veranderen. En een merk is eigenlijk een beetje een weerspiegeling van wie je zelf bent en wat je zelf nice vindt. Dus mensen, het kan zeker veranderen. Het is fluctuerend, maakt niet uit. Hou je niet vast aan het begin of stress niet te hard in het begin van oh nee, dat moet juist zitten voor de komende 5 jaar. Nee, het maakt echt niet uit. Je kan het allemaal veranderen. Maar ik zeg gewoon, schrijf even iets neer. Een fundering waarvoor je merk staat. En dan wordt het gewoon allemaal veel logischer. En de keuzes die je gaat maken met je merk zijn dan veel logischer en nicer. En zo ga je ook een soort van samenhang in je merk creëren. Kijk bijvoorbeeld naar Buchan nu. Bam. En vroeger, dat is helemaal anders. Vroeger was het zo een beetje random items hier en daar. En nu is eerder echt zo een collectie van oké, Earth Tones, dit logo.
allemaal dingen die bij elkaar passen, dan een broek en een vlies en dit. Terwijl vroeger deed ik soms een keer een t-shirt, dan een keer een hoodie en het paste ze allemaal niet zo mooi bij elkaar. Dus ja, daar moet je zeker aan denken. Oké, puntje 2 is ontwerpen. Ontwerpen is natuurlijk super belangrijk als je een kledingmerk hebt, want eigenlijk is het main ding dat je doet, dingen ontwerpen. Het is heel belangrijk dat je een soort manier hebt om dat te doen. Ik doe persoonlijk alles in Photoshop en Illustrator, twee Adobe-programma's dat ik geleerd heb op school en vooral eigenlijk zelf via YouTube. Ik raad ook aan dat je, als je dat hebt, als je daar toegang tot hebt op school, dat je dat zeker via YouTube superveel ervan leert, want uiteindelijk is het nog redelijk simpel. Je moet gewoon even snappen hoe dat je dingen opzoekt en een paar essentiële dingen kunnen. En dan uiteindelijk kan je heel veel doen ermee. Maar dingen zelf ontwerpen is natuurlijk best wel lastig om dat helemaal te leren. En stel je niet voor dat je geen zin hebt om dat te leren, of als je gewoon bent van oké, ik wil liever de managing en de marketingachtige dingen doen en het designen zelf overlaten aan iemand anders, dan zijn er natuurlijk een heleboel andere opties die je ook kan doen. Enerzijds heb je DALL-E, wat super interessant is. Dan heb je Fiverr en dan heb je ook gewoon uitbesteden aan een vriend ofzo. Dus enerzijds DALL-E, daar gaan we mee beginnen. DALL-E is super interessant, is een AI software waarmee je designs kan creëren door tekst of door andere designs erin te slepen en dan ga je zeggen van oké, creëer iets nieuws hiervan. DALL-E is eigenlijk een AI software dat gemaakt is door OpenAI. Mega interessant trouwens, zeker een keer naar kijken en mee experimenteren. Maar daarbij kan je dus designs creëren door gewoon tekst in te geven. Als je bijvoorbeeld zegt create a cool logo for my clothing brand, dan kan hij zo dingen genereren. Of als je iemand op straat ziet, je trekt een foto daarvan omdat je vindt dat er een mooie compositie uitziet, dan kan je dat inserten in die DALL-E website en dan uiteindelijk kan je vragen van yo, maak hier een cool design van in een illustratiestijl, dus getekend, en dan kan je dat helemaal maken, wat echt super super cool is. Dat is echt mega revolutionair, dus eigenlijk kan iedereen gewoon designers worden. Dus ja, mega interessant, je kan er zeker mee experimenteren. Dan heb je Fiverr. Op Fiverr kan je mensen betalen om designs te maken voor u, redelijk straightforward. Over heel de wereld is dat, dus soms kan je zelfs goede deals vinden dat je zelfs maar voor 20 euro of 30 euro een nice design kan maken, wat dan natuurlijk echt een goede prijs is. Dus dan moet je die guys gewoon even betalen, dan maakt hij dat voor jou en dan kan jij dat gebruiken op een t-shirt. Dus dat is natuurlijk ook een goede optie voor als je niet zoveel tijd hebt om designs te maken of niet echt veel zin hebt om designs te maken. Of je kan een kledingmerk opstarten samen met een vriend. Een vriend die bijvoorbeeld heel goed is in designen, maar jij bent bijvoorbeeld beter in marketing en hij is totaal niet goed in marketing. Dan kunnen jullie samen een brand opstarten waarbij dat hij de designer van de brand is en jij bent dan de marketing manager type guy. Of dan kunnen jullie elk de helft van de inkomsten van de brand krijgen en zo wel verdelen. Oftewel kan je die persoon betalen om designs te maken voor jou en dan uiteindelijk die designs zelf te verkopen. Er zijn heel veel verschillende opties bij designen. Wat ik zeker aanraad is dat je een keer op Pinterest scrollt voor inspiratie en kijkt naar andere brands op Instagram wat zij van logo's en designs en graphics en al hebben. En zo kan je ook de items maken die je zelf wilt hebben. Zeker als je zelf leert designen, is dat een super handige skill. Want zo kan je bijvoorbeeld deze hoodie maken die ik zelf echt heel nice vind. Heel goede fit. Zo kan je ook helemaal zelf bepalen gewoon hoe het er helemaal uitziet. Dat is een hoodie die ik zo zou willen hebben. En dan kan ik het gewoon maken voor mezelf. Snap je wat ik bedoel? Dus guys, moest je nu nog vragen hebben in verband met designen, laat het in de comments weten. Ik beantwoord ze. En bij ontwerpen is het ook zeer belangrijk dat als je het naar de manufacturer stuurt, dat je een mock-up ervan maakt. En een mock-up is eigenlijk zeg maar, bam, hier zie je het, een kledingstuk dat zeg maar toont hoe het eruit gaat zien. En dat is zeer belangrijk, want ja, zo kan je eigenlijk tonen van dit wil ik. En eigenlijk als je een nice mock-up hebt, kan je ook op je Instagram tonen van yo, dit is wat ik ga maken. En zo kan je ook mensen wat hyped maken erover en tonen echt wat je gaat uitbrengen. Terwijl het gewoon een skere tekening van een t-shirt is ofzo, gaan mensen jou niet echt serieus nemen. Mock-ups zijn best wel essentieel, anders moet je op zoek gaan naar alle foto's en zelffoto's trekken en zo. Dan een volgende belangrijke stap is een webshop maken. Natuurlijk moet je een plaats hebben om je items te verkopen. En dat gaat waarschijnlijk in het begin niet in een fysieke winkel zijn, dus dan moet je online beginnen verkopen. Dus je hebt eigenlijk twee grote platformen waar je mee je websites kan maken. Enerzijds heb je WordPress en WooCommerce, dat is samen. Oftewel heb je Shopify. Uiteraard zijn er nog een hele hoop verschillende, maar in deze video ga ik gewoon deze twee pakken, omdat dat ook degene zijn waar ik de meeste ervaring mee heb. WordPress en WooCommerce is handig omdat het goedkoper is en in het begin heb ik dat gedaan, maar uiteindelijk was het eigenlijk best wel skeer en best wel moeilijk om mee te werken. Dus ik raad dat niet echt aan eigenlijk. Shopify daarentegen is super nice. Het maken van mijn website met Shopify gaat echt heel heel smooth. De controls en alles. Het is gewoon echt helemaal solid. Gewoon echt een nice websitebouwer. Maar nadeel is natuurlijk wel dat het best wel duur is om mee te werken. Ik dacht 130 euro per maand. Dus ja, dit zijn de twee grote spelers. Maar eigenlijk raad ik echt wel aan dat je met Shopify begint te werken. Het is wel duurder natuurlijk. Maar je kan twee keer gratis testen als je de link in de bio probeert. Dus dat moet je zeker doen. Ja, Shopify werkt gewoon smoother en over de lange termijn gaat dat zeker beter zijn als je echt een merk wil starten. En hoe dat je leert met die websites werken, je kan ook gewoon alles opzoeken. En op YouTube, zo heb ik alles geleerd. Je moet niet naar school gaan of al die stuff. Nee, je moet gewoon opzoeken van hoe moet je dit doen, hoe moet je dat doen. En zo uiteindelijk gewoon leren.
En uiteindelijk, zo kan je je website maken. Dus ja guys, heel handig. Als je nog geen ondernemingsnummer hebt, denk ik wel niet dat je met Shopify kan starten. Dat moet je eerder met die andere doen. Maar over btw-nummer en al die andere stuff, ga ik zo meteen wel nooit zeggen. Dus blijf kijken. Yes, dus de volgende stap is ook cruciaal, het is producenten vinden. Je kan geen merk uitbouwen als je shitty producenten hebt die slechte dingen maken, zeg maar. Dus je moet echt gewoon met de juiste mensen samenwerken die leveren wat jij wilt, de juiste kwaliteit. En het kan ook echt een heel gedoe zijn om met producenten samen te werken. Er zijn veel dingen die fout kunnen lopen. Bijvoorbeeld de timing, de kwaliteit, de prijzen. Er zijn heel veel dingen die fout kunnen lopen. Ik heb het ook allemaal zelf meegemaakt. Maar ik ga beginnen met jullie de drie verschillende manieren te tonen hoe dat je kan produceren. Enerzijds heb je lokaal produceren, dus in je eigen land en liefst zelfs in je eigen stad. Dan heb je ook nog via Alibaba produceren, dus dat is in China en buiten Europa. En dan een derde is binnen Europa, best in Portugal of dergelijke landen. Dus laten we beginnen met lokaal produceren. Het beste wat je kan doen is op Google opzoeken screenprinters of zeefdrukkers. En zo eigenlijk gewoon kijken wie dat producenten zijn in jouw buurt, in jouw stad of in jouw dichtbij jouw stad. Zo ben ik begonnen gewoon in mijn eigen stad in Gent te produceren. Ik heb eerst drie verschillende producenten gebeld en een keer langs gegaan en gekeken wat dat ze maakten en welke kwaliteit en zo. En uiteindelijk ben ik met één guy print company begonnen en uiteindelijk werk ik nu nog steeds soms een keer samen met hun. Dus dat is ook wel super nice om een lange termijn samenwerking met iemand aan te gaan. Ik raad er zeker aan dat je lokaal begint. Ik ga dan werken met blanks. Blanks zijn eigenlijk truien en t-shirts en broeken en allemaal andere dingen die eigenlijk nog niet bedrukt zijn. Waar je ook gewoon een bedrukking op kan plaatsen, bijvoorbeeld met screenprint of met borduring of met andere dingen. Ja, er zijn veel verschillende opties dat je kan doen. En blanks, er zijn ook heel veel verschillende blanks. Die kwaliteit kan ook van super goede kwaliteit tot super slechte gaan. Prijzen kunnen van super weinig tot super hoog gaan. Heel veel verschillende opties. Dus lokaal druk heeft zeker zijn voordelen. Maar natuurlijk bots je dan snel tegen nadelen. Zeker als je een grotere brand krijgt of wat specialere dingen maken. Want als je lokaal blijft, dan zit je ook snel gelimiteerd met die blanks. En met blanks kan je ook niet zo specialere dingen maken. Of als je een eigen fit zou willen maken, gaat dat eigenlijk niet echt. Als je bijvoorbeeld de mouwen van deze hoodie niet lang genoeg vindt, dan kan je niet zomaar zeggen van oké, doe 5 centimeter daarbij. Dat gaat gewoon niet. Dan moet je al snel naar een ander land gaan. Of als je bijvoorbeeld speciale dingen zoals schoenen wilt maken, of sleutelhangers of sokken ofzo, dan moet je dat ook best wel in een ander land doen. In België gaat dat gewoon niet echt, of in Nederland denk ik ook niet eens. Dat is redelijk lastig. Dan als tweede heb je Alibaba. En Alibaba is eigenlijk zo van een online manufacturing website. Je hebt heel veel verschillende manufacturers daarop en daarmee kan je dan chatten. En zo kan je ook zeg maar vragen wat je wilt. En het ziet er op eerste zicht best wel scammy uit ofzo. Alleen gewoon heel veel flashy Chinese producten en al. Maar uiteindelijk, als je er een beetje mee werkt en als je een beetje snapt hoe dat moet, is het eigenlijk een super handige manier om te produceren. Zeker ook van bijvoorbeeld dezelfde voorbeeld met de hoodie. Als je het 5 centimeter langer wilt, dan kan je dat gewoon doen. Je kan helemaal zelf je eigen fit doorgeven, je eigen afmetingen en ook alle kwaliteiten. En echt, je hebt super veel daarop. Alles waar je aan denkt bijna, kan je daarop maken. Van kleine Playmobil figuurtjes kan je daar maken, tot schoenen, tot sleutelhangers, tot kleding, tot gsm hoesjes. Echt gewoon alles bijna kan je daar maken. Wat wel echt heel heel nice is, zeker als je zo ja, specialere dingen wilt maken, als je niet gewoon wilt blijven bij t-shirts en truien en totebags ofzo, dan moet je zeker een keer Alibaba checken. Het nadeel erbij is wel dat het buiten Europa is, dus de shipping gaat al heel heel duur oplopen. Plus ook de manufacturers zijn Chinese manufacturers, dus soms kunnen die niet zo goed Engels en soms gaat de communicatie redelijk moeilijk. Plus ook de tijdzone is helemaal anders, het is zo 10 uur verschil of zoiets zou ik denken. Dus als je wilt chatten met die guys, moet het hier ochtend zijn, zodat het daar nog net namiddag is. Want hier in de middag is het daar middernacht. Dat is heel moeilijk om te communiceren met die guys soms. Plus ook, soms doen ze gewoon niet echt goed wat ze moeten doen. Dan is de kwaliteit toch helemaal anders dan je wou. Ja, en het is ook gewoon niet super sustainable voor de lange termijn. Voor in China te produceren altijd, want die materialen zijn misschien ook niet zo goed. En het is ook gewoon een beetje ver, snap je? Als je wilt produceren, alles wordt altijd laten komen van super ver. Ja, maar uiteindelijk, het heeft wel zijn voor- en nadeel natuurlijk. Dan een derde manier om te produceren is in EU-landen. En mijn favoriete is Portugal, dat is het land van textiel, dat wordt gezegd. In Portugal kunnen ze echt alles maken wat je wilt. En ook met super goede sustainable materialen en ook gewoon goede kwaliteit materialen. En ik ook nog redelijk goedkoop omdat de verzending naar België of naar Nederland niet zo duur is uiteraard als van China naar België. Dus bij mij is zeker het plan om over de lange termijn gewoon alles in Portugal te maken. Dat zou wel heel heel nice zijn, ook met sustainable materialen, met ecologisch en recycled stuff en al. En in China is dat gewoon niet zo hard mogelijk. Maar de nadeel in Portugal is enerzijds dat het super moeilijk is om manufacturers te vinden. In Alibaba kan je gewoon custom hoodie opzoeken of zoiets en dan vind je al een manufacturer. Maar voor Portugal is het echt heel moeilijk, is er niet zo'n website waar je zomaar manufacturers kan vinden. Alleen zijn er wel, maar die zijn niet zo goed zoals Alibaba. Alibaba is echt gewoon super goed. Maar de nadeel van Portugal zijn wel dat het heel lang duurt.
In China werken ze veel sneller dan in Portugal. Dus in Portugal kan het snel 2 tot 3 of 4 maanden duren zelfs. Voor een item helemaal te maken en 100 stuks te hebben ofzo. Plus ook de MOQ, hoeveel dat je minstens moet bestellen, is ook vaak veel hoger in Portugal. En het laatste nadeel is ook dat het heel moeilijk is om manufacturers te vinden in Portugal. In Alibaba kan je heel makkelijk opzoeken custom hoodie en dan kan je honderden manufacturers vinden die dat hetzelfde kunnen maken. Dus als je met manufacturers werkt, moet je meestal een techpack hebben. En techpack ziet er een beetje zo uit. En eigenlijk is dat gewoon de afmeting van je kledingmerk en zeg maar ook de materialen en ook de print en waar dat moet en al. Eigenlijk gewoon alle details van hoe en wat en waar dat alles moet. Maar dus is het ook heel belangrijk dat je de techpacks juist doet en gewoon professioneel maakt, zodat de manufacturers zeker weten wat dat je bedoelt. Dat ze niet zomaar iets random maken wat ze zelf denken dat het is, want als je natuurlijk zelf iets wilt creëren, is het ook belangrijk dat je het communiceert naar hun hoe dat moet. Dus guys, techpacks, ook iets zeer belangrijk. En dan mock-ups, dat heb ik al een keer uitgelegd bij het designproces. Dat is ook zeer belangrijk, lijkt een beetje op een techpack. Het is redelijk gelijkaardig. Mock-ups zijn eerder ook voor als je lokaal produceert. Moet je ook een mock-up maken en dat kan redelijk simpel gemaakt worden dan. Moet niet per se met afmetingen en zo, maar toch op een blank is. En als je die mock-up dan doorstuurt naar je printers en erbij zegt hoeveel centimeter de print moet zijn, dan kunnen zij heel makkelijk zien van oké, ja, we gaan het zo doen, zo dit en dat. En de meeste standaard afmetingen is eigenlijk een hand van de bovenkant en dan hier je print, zeg maar. Dus onthoud het, een hand, ik weet niet wat, 12 centimeter of zo, een hand ongeveer van de bovenkant en daar een zeefdruk of een borduring. Dat is standaard, dus dat moet je zeker onthouden. En dan als je custom labels, zoals deze, of hangtags, zoals deze, in je kleding wilt, ziet er wel professioneel uit, dan kan je dat bestellen allemaal op Dutch Label Shop, wat echt wel een heel nice winkel is, waar je gewoon die stuff allemaal kan bestellen. Super handig, super makkelijk om mee te werken, je moet gewoon je dingen uploaden, je bestelt dit en binnen de 2 weken ongeveer heb je het. Dus ja, Dutch Label Shop, daar werkte ik in het begin altijd mee, dus daar raad ik zeker aan, link in bio ook. Uiteindelijk als je in het buitenland produceert, dan moet je die necklabels allemaal niet laten maken ergens anders, dan kan je dat meestal gewoon bij de producent zelf doen, of zij hebben iemand waarmee dat ze die labels gaan maken. Necklabels ook iets nice detail op te letten. Dus ja, manufacturing is een heel belangrijk proces en daar moet je zeker je tijd voor nemen. Heel veel communiceren met die mensen, heel veel mailen met die mensen, misschien op WhatsApp sturen, misschien zelfs eens langsgaan, zeker als lokaal is, dus ook zeker een keer eerst langsgaan voor je met hen begint te werken. En als je iemand hebt gevonden die je goed vindt, blijf ermee werken. Als je iemand hebt gevonden die je slecht vindt, ga weg van die persoon. Ik ben met schoenen al eerst een manufacturer en dan uiteindelijk vond ik de eerste echt niet goed. Deze sample was uiteindelijk goed. Maar na een maand dragen vond ik hem heel heel slecht. Dus uiteindelijk ben ik aan weggegaan direct van de manufacturer. Daar heb ik een nieuwe gevonden. En daar maak ik nu al mijn schoenen mee. Guys, manufacturers, zeer belangrijk. Dan puntje 5 is marketing. En marketing is eigenlijk hoe dat je zeg maar je merk toont aan de wereld. Dus marketing is niet zomaar een advertentie kopen en bam, sales binnenkrijgen. Nee, marketing is eigenlijk heel het proces van zorgen dat mensen je merk zien. En er zijn heel veel verschillende manieren om dat te doen. Mijn favoriete manier is via sociale media en via influencers. Dat is ook eigenlijk via sociale media. Tegenwoordig is TikTok ook een super, super handige manier om je kledingmerk zeg maar te tonen aan de wereld. Want je kan eigenlijk organic viral gaan. En wat bedoel ik daarmee? Je kan zeg maar met 0 volgers al een video krijgen van 1 miljoen views. Dat is iets wat op TikTok kan, maar op Instagram of op YouTube of ik weet niet wat voor andere platformen, dan gaat dat niet echt. TikTok zeer belangrijk, zeer goed gebruiken. Als je het zelf niet echt kan, probeer iemand in dienst te nemen of gewoon samen te werken met iemand anders die dat wel goed kan. Want TikTok is echt cruciaal voor als je deze tijden je merk laat groeien. Ik heb nu onlangs iemand aangenomen voor TikTok en het is echt super nice. Zij maakt dan elke dag video's erover en ik kan dan gewoon aan andere dingen van het merk werken terwijl die video's elke dag worden geüpload en daardoor mijn volgers bijstijgen. En zo zien ook veel mensen ja, de brand die anders zoveel op Instagram zitten, ze zien het dan op TikTok. En ja, ook super super handig. Dan heb je influencers, ook een zeer handige manier gewoon om je merk te tonen aan de wereld. Als je bijvoorbeeld iemand een gratis trui opstuurt die best wel volgers heeft, dan kan je een foto daarmee plaatsen op Instagram. Je kent het wel allemaal. Maar het handige daarbij is ook nog dat jij die foto zeg maar ook kan gebruiken op jouw account. Dat doe ik ook heel vaak, gewoon met influencers samenwerken. Niet per se voor de volgers dat zij hebben, maar vooral eigenlijk dat ik foto's heb van mensen die mijn kleren aan hebben. En zodat ik die foto's kan herdelen op mijn account. En zo zeg maar tonen van oké, ik ben een legit merk. Ik maak coole dingen, coole mensen dragen mijn kleren. En je kan op verschillende manieren samenwerken met influencers. Je kan oftewel gewoon iets gratis opsturen naar hun en dan zij iets posten ermee. Oftewel kan je zeg maar zelfs een korting geven, bijvoorbeeld 50% korting als je in ruil voor iets post. Dan kan je doen met mensen met niet zoveel volgers. Oftewel als ze echt heel bekend zijn, soms moet je dan een item geven, plus ook geld erbij. Wat ik meestal niet doe, maar dat kan natuurlijk als je echt met nice mensen wil samenwerken, is dat misschien wel de moeite waard. Instagram zie ik een beetje als de homebase voor mijn kledingmerk.
Enerzijds kan je communiceren met alle mensen via DM's en ook via stories. Plus ook, je kan zeg maar meten hoe goed je kledingmerk groeit aan de volgers te zien. Terwijl op TikTok is dat zo wat, ja, vaag een beetje. Omdat als je één viral post hebt, kan je gewoon honderden duizenden volgers bijverdienen. Maar het is niet per se dat die opnieuw je video's gaan bekijken. Terwijl op Instagram, als mensen jou volgen, is de kans ook wel redelijk groot dat ze iets gaan liken en iets gaan bekijken en iets gaan sharen en zo. En een goede manier om volgers bij te krijgen op Instagram zonder zo dingen te kopen of zo, want dat is echt gewoon bullshit, is door giveaways te doen. Een giveaway kan je best doen als je al een paar honderd volgers hebt, want dan kunnen al die mensen die jou al volgen, die giveaway delen op hun verhaal. En uiteindelijk kan je dan zo al hun vrienden ook aantrekken om jouw brand te volgen. Wat dat natuurlijk echt heel heel nice is, want een brand is een community zeg maar. En als je een paar mensen hebt die zeggen van, oh dat is echt een coole brand, dan is de kans ook groot dat de vrienden dat ook een coole brand gaan vinden, omdat ze zeg maar dezelfde interesses gaan hebben. En ook wel zeg maar dezelfde leeftijd en doelgroep. Dus ja, ik ga er zeker aan om veel giveaways te doen, vooral op Instagram. En wat zo mijn strategie is ik doe altijd een giveaway ongeveer 5 dagen voor een drop. Bijvoorbeeld, de donderdag doe ik vaak een drop. Dan als ik de zondag een giveaway doe en die is tot donderdag, dan is het ook ideaal. Na de 5 dagen heb ik zo gezien, dan gaan mensen minder interesse hebben in de giveaway. Terwijl 5 dagen is zo het ideale punt. Tot dan hebben mensen heel veel interesse in de giveaway en om mee te doen en zo. En als je dat voor een drop doet, dan delen superveel mensen die giveaway en dat product. Dus als ik bijvoorbeeld een giveaway zou doen van de schoenen, zou ik 5 dagen voor dat schoenen droppen een giveaway doen van de schoen. En zo delen superveel mensen die schoenen. Al je volgers gaan dat waarschijnlijk delen. En uiteindelijk kan je dan zo uiteindelijk nog nieuwe mensen aantrekken voor die schoenen. Omdat iedereen ziet van, oh yo, damn, die schoenen gaan droppen die donderdag. Ja, dus dat is echt de tactiek. Gewoon eigenlijk een giveaway doen net voor je drop is. En zo uiteindelijk ga je ook allemaal net nieuwe volgers bij krijgen. En die gaan ze dan zien van, oh cool, iets nieuws. Dat gaan we kopen en zo. Dus ja, guys, ook super interessant, super belangrijk, giveaways. Dus dat waren eigenlijk de 3 belangrijkste dingen van de marketing. Maar je hebt nog 2 andere kleine dingetjes die je kan doen. Dat is stickers geven. Dat is ook wat ik altijd doe. Dat is ook dan een kleine manier van marketing. Maar is ook een beetje gecombineerd met gewoon iets leuks geven voor de klant. Elke keer als mensen iets bestellen, geef ik altijd gratis stickers erbij. En enerzijds vinden zij dat super leuk om stickers te ontvangen. Maar anderzijds is dat ook heel nice. Omdat bijvoorbeeld als zij een sticker pakken op hun laptop dan. En dan zitten ze in de klas bijvoorbeeld. Dan zegt iemand misschien in de klas van, oh cool, van waar is die sticker? En dan zeggen ze van, ah ja, dat is van een kledingmerk. En zo, dat is ook een beetje marketing. Maar dan uiteindelijk, ja, gewoon subtiel. Dus niet allemaal via sociale media of gewoon, het is gewoon in het echt. En uiteindelijk ook als ik mensen dan in het echt zie en zeg van, oh, je bent die guy van de brand. Dan geef ik altijd stickers aan hun. En zo uiteindelijk is dat enerzijds iets nice voor hun. En anderzijds ook een beetje marketing. Want zo uiteindelijk blijven ze onthouden dat de brand bestaat. En kunnen ze ook delen met hun vrienden van hier stickers, hier dit dat. En dan een tweede ding dat ik doe is meetups organiseren om de zoveel tijd. Dat kan je pas doen als je zo een paar duizend volgers hebt waarschijnlijk. Dan komen er superveel mensen. Je geeft ook veel dingen weg. En zo gaan mensen jouw brand ook gewoon nicer vinden. En zo kunnen nieuwe mensen ook zien van, wow cool, er is daar iets bezig. Ik ga even kijken wat er aan de gang is. Dus ja, het is ook gewoon zoals stickers zoiets wat heel nice is voor de mensen. Maar ook gewoon nice voor de brand, voor zeg maar je brand in de wereld te tonen. En te tonen van, ja, dit is de hele brand. Dus guys, marketing, zeer belangrijk, zeer cool. De 6e stap, ook super belangrijk. Als je eenmaal de producten verkocht hebt, moet je natuurlijk ook verzenden. En dat moet ook allemaal goed gebeuren, zodat mensen niet boos worden als ze je kwijt geraken ofzo. En natuurlijk moet jij ook zorgen dat dat op de goedkoopst mogelijke manier gebeurt. Zodat je niet superveel geld moet verspillen aan verzending. Dus ik heb een lifehack voor jullie. Dus als je kleinere dingen moet verzenden, bijvoorbeeld t-shirts of totebags of petten of ondergoed ofzo. Dan kan je dat verzenden in een brief in plaats van in een doos of in een pakket. En dan kan je dat doen met postzegels. Je kan per t-shirt is het 3 postzegels. Voor zo'n totebags is het 2 of mutsen ofzo. Dus guys, dat spaart ook superveel geld uit, want 3 postzegels kost ongeveer 3-4 euro. En een verzendlabel kost ongeveer 6 euro. Dus natuurlijk, dat is 2 euro, dus als je 100 bestellingen hebt, is dat 200 euro verschil. Wat natuurlijk ook al heel nice als je dat kan uitsparen. En dat eerder kan steken in nieuwe producten ofzo. En dan als je andere dingen verzendt, zoals hoodies ofzo, zo grotere items. Dan kan je best met zo'n verzendzakken werken. Die gaan het smoothste dicht en zo. Dat werkt gewoon heel nice met zo'n dingetje dat je eraf kan peelen. En hier ook kan je zo custom verzendzakken maken en ook zo wat branding toevoegen, wat ook wel heel nice is gewoon. En dan moet je ook denken van, met welk postbedrijf wil ik werken? Je hebt Mondial Relay, je hebt B-Post, je hebt PostNL, je hebt UPS, je hebt superveel verschillende. Maar wat ik denk dat het beste voor nu is, waar ik mezelf mee werk, is B-Post voor België. En als je in Nederland zou wonen, zou PostNL wel een goede zijn. Omdat dat werkt gewoon smooth, je kan gewoon naar elk postkantoor gaan, dat allemaal afleveren. En zo uiteindelijk gewoon werken met die guys.
En als je al best wel veel verzendt, pakt 1000 pakketjes in een jaar of zo, dan kan je die guys bellen en vragen voor een contract met hun. En zo kan je ook korting krijgen en ook zo echt goede insights, goede life hacks zeker toepassen. En dan specifiek bij B-Post, als je verzendlabels afprint, dan komt dat zo in kolommetjes van 4 gelijk. Dat is zo een blad in 4 gedeeld. En dat is superveel werk als je dat moet uitknippen en met tape erop moet plakken. Dus dat moet je zeker niet doen, dat ik vroeger allemaal, maar niet doen. Leer het uit mijn ervaring, dan verlies je echt superveel tijd mee. Wat ik nu doe is gewoon A4 papier bestellen, dat stickerpapier is en dat zeg maar verdeeld is in 4. Dus als je het goed kan zien, het is stickerpapier en ja, het is verdeeld in 4 hokjes. Zoals deze, bij hem kan je een verzetlabel maken, dan kan je dat in 4, dan kan je gewoon makkelijk eraf peelen. Hier is ze. En dan kan je dat op een pakketje plakken en zo verzenden. Veel handiger dan heel de tape uitsnijden en uitknippen en zo. Dat is gewoon echt knutselwerk, echt tijdverspilling. Dit is echt een grote lifehack, guys. Zeker A4 stickerpapier bestellen. Je kan gewoon bol.com bestellen. In een paar dagen heb je het. Super handig. En dan als je internationaal wilt verzenden, dan doe je dat best gewoon ook via B-post. Of op zich zijn er denk ik ook wel goedkope opties. DHL is denk ik wel een best wel goede daarvoor. Maar daar moet ik zelf ook meer over leren. Maar je kan zeker gewoon opzoeken en de prijzen vergelijken en zo. Maar internationaal verzenden is gewoon basically gewoon hetzelfde als lokaal verzenden. Alleen moet je meer gegevens invullen en kost het allemaal meer. Maar de klanten betalen dat toch via de website. Dus dat is geen probleem. Ja, dus internationaal, het is niet zo moeilijk als het lijkt. Ga er gewoon voor, zoek een beetje op. Het kan allemaal. Let's go, guys. En natuurlijk is het super nice om een kledingmerk op te starten, om al die stuff te doen, om geld te verdienen. Maar als je dat allemaal wilt doen, moet je natuurlijk ook aan de legale kant ingeschreven zijn en alles correct doen. Dus je moet je eigenlijk officieel in het begin inschrijven in het KBO in België, de Kruispuntbank van Ondernemingen. En zo moet je dan een ondernemingsnummer aanvragen. En zo kan je dan uiteindelijk belastingen indienen en al die andere stuff doen dat ook wel belangrijk is als je een bedrijf wilt runnen. En in Nederland moet je dan inschrijven in het KVK. Dus dat is super handig zijn als er iemand is die jou begeleidt daarin, zoals een boekhouder. En oftewel doe je je boekhouding en zo zelf, maar dat is wel heel veel werk en heel veel kleine dingetjes waar je op moet letten en zo. Dus als je daar niet zoveel verstand van hebt, of er is niemand in je familie die daar heel veel verstand van heeft, dan raad ik gewoon aan dat je met een boekhouder gaat. Zoals hier beneden in de beschrijving heb ik een boekhouder opgelijst. Mijn eigen boekhouder eigenlijk. En ik vind die super goed. Ik werk nu al bijna een jaar met hem samen. En hij is een heel goede boekhouder. Hij begeleidt me de hele tijd. Hij zegt wanneer dat ik dingen moet indienen, waar ik op moet letten en zo. Dus zeker als je met hem samen gaat werken, zeggen dat je van mij komt. En ook mij een berichtje sturen of in de comments zetten of zo dat je met hem samenwerkt. Want dat is ook super nice voor mij om te zien dat er andere mensen met hem samenwerken. En dan helpen we elkaar ook gewoon een beetje. Dus zeker een boekhouder fixen als je alles juist wil doen. Zeer belangrijk. Het jammer is dus wel dat als je min 18 bent in België, dan mag je niet officieel een onderneming starten. Dat is wel echt gewoon vervelend, want toen ik 16, 17 jaar was, wou ik ook mijn brand uitbouwen en ja, geld verdienen en zo. En dat mag eigenlijk officieel niet. Maar ik zou zeggen, doe het toch gewoon op eigen risico. Niet zeggen dat ik dat gezegd heb ofzo. Maar eigenlijk in het begin, als je echt zo weinig verdient, dan maakt dat eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Dus guys, ga er gewoon voor. Maar eigen risico. En dan uiteindelijk, als je veel begint te verdienen, moet je ook letten dat je btw moet betalen. Maar dat is pas later, dan gaat die boekhouder jou zeker wel mee helpen. En dan nog iets, als je officieel een bedrijf start, moet je een aparte rekening openen. Maar hier heb ik nog een heel uitgebreide video over hoe dat je student zelfstandig kan worden. En over hoe dat je een echte zelfstandige wordt. Dat is ook gewoon een beetje dezelfde strategie. Dus guys, kijk die video als je nog meer info wilt. En laten we overgaan naar de laatste stap. En dan het laatste stukje dat ik wil meegeven, en misschien wel een van de belangrijkste, is mindset. De juiste mindset hebben om een brand te hebben is zeer belangrijk, want niet iedereen kan het doen. Je moet enerzijds zeer hard doorzetten, want de eerste maanden, of het eerste jaar bij mij zelfs bijna, is er bijna niets van groei. Maar uiteindelijk gaat de klik komen en gaan er mensen jou beginnen volgen en gaat de brand eindelijk zijn identiteit hebben gevonden, zeg maar. En dan uiteindelijk gaat het groeien like crazy. Dus guys, doorzetten is eigenlijk gewoon het belangrijkste. Want ik weet nog dat toen ik startte met mijn brand, waren er ook heel veel vrienden van mij die soortgelijke dingen wilden doen, kledingmerken of zo opstarten. Het verschil tussen mij en hun is niet per se dat ik slimmer ben als hun, of dat ik beter ben in design of al die andere stuff. Nee, het is gewoon dat ik ben blijven doorzetten. Ondertussen al 3 jaar lang, terwijl zij hebben het opgegeven na 1 of 2 maanden tijd. En dat is het verschil waardoor dat mijn merk zeg maar wel groter is geworden. En dat is bij bijna alle soort businesses zo, of bijna alle soort brands. Dat je moet eigenlijk gewoon doorzetten. Als je het een lange periode doet, dan uiteindelijk gaat het sowieso goed worden. Als je 10 jaar in een brand bezig bent, is de kans onmogelijk eigenlijk dat uiteindelijk niet gaat aanslaan.
Je moet gewoon doorzetten, het belangrijkste van al, en dan uiteindelijk ga je brand sowieso groot worden. Dat is ook heel belangrijk dat je je values onthoudt. Weet je al bij de merkidentiteit dat ik zei dat het heel belangrijk was om values te hebben voor je merk? Bijvoorbeeld ik wil ecologisch zijn, bijvoorbeeld ik wil een goede prijs hebben, bijvoorbeeld ik wil luxury zijn. Dat is zeer belangrijk dat je daarbij blijft, zeg maar. Dat je niet zomaar één keer iets ecologisch uitbrengt en dan voor de rest gewoon allemaal zo best wel cheap gemaakte dingen. Dat is gewoon uiteindelijk belangrijk dat je een samenhang vormt. Dus die values waarvoor je merk staat, het is zeer belangrijk dat als je die vindt, dat er ook bij blijft. Dat je niet zomaar enerzijds dit uitbrengt en dan dat, want dan uiteindelijk gaat alles gewoon random zijn en gaat niemand zeg maar een goede klik voelen met jouw merk. Dan is het ook zeer belangrijk dat je zeg maar als een ondernemer begint te denken. Dat je niet zomaar denkt van oké, ik heb vandaag al 1 uur gewerkt voor een brand, dat is genoeg, 1 uur per dag is genoeg. Nee, je werkt gewoon tot het gedaan is. Bijvoorbeeld als je echt een post moet af hebben tegen de volgende dag of zo, dat je echt gewoon blijft grinden tot die post klaar is. Of dat je blijft TikToks maken totdat je een viral TikTok hebt of zo. Je moet gewoon echt gewoon blijven strijden ervoor, blijven gaan ervoor of blijven designen tot het goed is. Je moet niet per se werken tot 6 uur 's avonds en dan is er van nu is het tijd voor te chillen, nu is het tijd voor tv te kijken. Nee, als je ondernemend bent, als je denkt als een ondernemer, als je echt een grote coole brand wil opstarten, dan moet je zo denken en moet je het harde werk durven inzetten, zeker wanneer het nodig is. Niet per se altijd, ik zeg niet dat je nooit mag rusten, maar gewoon wanneer het nodig is, moet je echt gewoon strijden ervoor, gewoon gaan ervoor. En niet per se zeggen van, nu is het tijd om te stoppen, nu is het tijd om te rusten. Gewoon blijven strijden tot het gedaan is. Dan is het ook heel belangrijk om jezelf te blijven uitdagen, om nieuwe stuff te blijven maken. Bijvoorbeeld mijn schoenen hier, dat was iets wat ik heel graag wou doen. En natuurlijk, schoenen klinkt zoiets van, holy shit, hoe moet ik schoenen maken? Dat is bijna onmogelijk ofzo, het klinkt zoals super moeilijk. Maar uiteindelijk heb ik mezelf uitgedaagd om het te doen. En ik heb dan een manier gevonden om het te doen. En zo dat ga ik blijven doen. Nu ga ik mijn volgende uitdaging is stores beginnen hebben. Of Buchan in stores te hebben. Uitdaging blijven hebben. En zeg maar een nieuw doel om voor te werken. Is ook zeer belangrijk. Vooral om je eigen motivatie gewoon te behouden. En ook gewoon om de brand te laten uitbreiden en te laten groeien. En dan een gouden tip die ik zeker wil meegeven is. Heb geduld. Een beetje zoals doorzetten. Gewoon geduld hebben, want het is normaal dat een brand in het begin niet per se viral gaat. Je moet gewoon geduld hebben. En uiteindelijk, met tijd, en als je dan uiteindelijk je identiteit vindt en zo, wordt het allemaal samen iets moois. Oké guys, dank jullie wel voor het kijken. Het was een iets langer video als normaal. Maar als jullie er nog zijn, echt dikke merci. Ga zeker abonneren als je dit handige informatie vond. En als je nog vragen zou hebben over je merk te starten ofzo, laat het in de comments weten. Abonneer zeker, check deze video als je nog iets zou willen kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer. Salut!